Spinoffie. En vandaag gaan we Escape Running Head spelen. We gaan tot en met stage 5. Nou, het mag niet, de video mag niet. Het mag wel langer dan 10 minuten, maar niet te lang. Dus ja, we gaan Escape Running Head spelen. Ik heb heel lang niet meer gepost, maar ik ga het hele verhaal ga ik uitleggen in deze video. En ja, het is best een groot verhaal. Dus het begon eigenlijk gewoon 3 weken of zo geleden. Ik had eigenlijk geen zin. Het is best moeilijk om video's te maken, want je hebt op een gegeven moment heb je geen zin meer om video's te maken. Dan moet je, en dan vraag je broertje weer, wanneer gaan we een video maken, wanneer gaan we een video maken? Dan heb je eigenlijk helemaal geen zin. Het leven van een YouTuber is zeker moeilijk. Maar als je het echt wilt doen, dan kan je het gewoon doen hoor. Ik zeg niet dat het leven van een YouTuber moeilijk is, maar dat je het echt niet moet gaan vermijden. Het is wel leuk. En ik ben sowieso nu nog niet zo, ik ben nu nog heel klein. Maar later ben ik misschien heel groot. En dan, dan denk ik, ja, het heeft wel geholpen om gewoon verder te blijven gaan als een YouTuber. En ik wil eigenlijk ook vlogs maken, dus als we bij de 100 abonnees zijn, kunnen we vlogs maken. En ik ben nu al bij stage 2 binnen anderhalf minuut, ja. Maar het was dus eigenlijk, sowieso had je geen zin. En daarna ging mijn iPad ook kapot, dus dan kan je sowieso geen video's maken. Dus kan je sowieso dan geen video's maken. Maar ja, ik ben gewoon blijven gaan proberen. En ja, nu ben ik hier weer een video aan het maken voor jullie. En de video's komen weer terug, oké? Dus misschien niet elke dag, maar ik ga proberen om elke week te doen. Vanaf nu is het dinsdag? Vanaf dinsdag dan. Dinsdag elke dag een video. Maar ik wil ook vlogs doen en dan niet elke dag een vlog of zo, maar dan gewoon 2 keer in de week wel een vlog. Of 1 keer in de week en 1 keer in de week een gaming video, 1 keer in de week een gaming vlog. Oh my god, wat de hel. Oké. Ik ga gewoon skippen. Ja, ik heb het gedaan. Yeah. We gaan tot en met stage 5. Dit gaat niet echt een te lange video worden. Het mag al. Misschien wel langer. Misschien tot langer dan stage 5. Het mag gewoon niet een te lange video worden. En morgen volgende week komt een video met Ashley of Elijah of allebei. Dat kan ook. Wat is hier achter eigenlijk? Hé, wat is dit? Ik heb dit nog nooit gezien. Hè? Oh, het is gewoon de pad. Oh, dus de andere kant, als je via de andere kant gaat. Oké. Ik vind toch de andere kant beter. Ah! Oh, how could this happen to me? Hey, kan ik deze ook skippen? Nee. Oké. Let's do this. Ik was vanochtend was ik tot en met stage 5. En dit was eigenlijk heel leuk. Wow. Oh nee, nu word ik gekild. Oké. Hey, doe een like als je deze video leuk gaat vinden. En als ik meer video's ga posten. En als ik Minecraft moet gaan posten ofzo. Of misschien Fortnite. Dan moeten jullie gaan liken. Tot en met de 8 likes. En die ga ik doen. Ik moet wel even weten hoe dat kan. Want ik weet dat eigenlijk niet. Ik ben een kleine YouTuber, oké? Ik ben een kleine. Wow, let's do this. Let's go. Let's go. Ah! Ik ben zo bang. Ik word zelfs bang van een spinnetje. Ik ben echt erg. Ah! Oh. En nu kijk ik om me heen omdat ik gewoon bang ben voor een spinnetje. Ja. Let's go. Let's do this. Let's go. Hey, ik ben gewoon Mario, hè. Misschien kunnen we nog tot een stage 7. Hey. 4 minuten. Uit. Laat het duwen, dus uit. Ja, je bent weg. Ha. Doei. Miauw.
Willen jullie nog een stop-motion video? En luister wat heel graag een stop-motion video gaan maken. Misschien willen jullie een stop-motion video. Je weet het maar nooit, hè? De chat is misschien uit. Maar je weet nooit. Soms in de chat uit. Een vriend die kijkt mij en hij zei: ik wil reageren op je video's, maar het kan gewoon niet. Omdat de chat staat uit. Ik weet niet. Ik ben maar een kleine YouTuber. Ik heb het al 100 keer gezegd. Hebben jullie ooit een keertje een schoolgevecht gehad? Ik wil dit verhaal echt gaan vertellen. Nou, in groep 2 was het dus. Ja, in groep 2. En je had dus groep 1, 2, B. En je had groep 1, 2, C. En het is dus een gevecht tussen groep 1, 2, C, dus mijn klas, en groep 1, 2, B. Maar ik hoorde bij groep 1, 2, B. Dus het waren dus we waren met z'n 33 in de klas, volgens mij. En bij hun waren het wat minder. Sowieso was het wat minder. Wij waren een grotere klas. Onze juffrouw kon meer handelen, zei ze. Maar oké. Dus wij waren met z'n 33. 13 deden er niet mee. 20 van hun. Nee, we waren met z'n 33. 10 deden er niet mee van ons. Bij ons in de klas. Aan het gevecht. En 23 wel. En 3 vrienden van mij. Waar ik en 3 vrienden van mij. Die gingen eigenlijk gewoon. Die hoorden bij groep 1, 2, B. Ja. En groep 1, 2, C ging eigenlijk gewoon vechten en ruzie maken. Het was 17 hadden hun. En het ging dus tussen een meisje en een jongen. Die waren dus verliefd op elkaar. En ze hadden een keertje gekust. Ik heb dat een keertje gezien. En ze gingen dus kussen. En dat vonden ze heel goor. En toen gingen ze elkaar pesten. Een beetje. En toen loopt het uit tot een ruzie slash gevecht. En het was de zomer, dus nog een week. En we sowieso hadden niks te doen. Dus dit was eigenlijk het beste wat we konden doen. Ik had eigenlijk ook helemaal niks te doen. Dus we hebben gewoon mee aan het gevecht. En hun hadden scheppen. En wij hadden zand. Nee, wij hadden niet zand. Wij hadden emmers. Dus wij pakten gewoon met emmers zand snel van hun kant naar de andere kant. Naar het territorium van groep 1, 2, B. En toen pakten we dus. Ik had een heel slim. Ik was de enige die eigenlijk het durfde. Hoi. Maar ik was dus de enige die het durfde. En ik rende dus naar hun territorium. En ik pakte zand. En ik rende snel terug. Toen kwamen ze naar ons toe met scheppen. Ze gooiden een schep. En het landde bijna op de, laten we zeggen, hij was de koning soort van. Of de koning. En het landde bijna op, laten we hem koning noemen, koning. En hij landde eigenlijk bijna op de koning. Maar het landde net niet op de koning, snap je? Dus het landde bijna op hem, maar ook weer net niet, snap je? En ja, toen dat gebeurde, toen had ik gewoon geen zin. Toen had ik gewoon een beetje geen zin meer eigenlijk gewoon in dit gevecht. Ik wist hoe het ging eindigen, soort van, als je het zo kan noemen. Maar ik wist wel hoe het ging eindigen met pijn en bloed. En guess what, ik heb een soort van gelijk. Ik had een soort van gelijk. Oh, let's go. Maar toen de volgende dag, toen was het eigenlijk hetzelfde. Maar toen kwamen ze eigenlijk met de hele squad ons aanvallen. En ik ga het een beetje overdrijven. Maar het enige wat er handen is, dus gooi die zand in tegen naar hen toe. En hun waren echt messed up. Het was gewoon een heel gevecht. Ik kreeg ook een beetje pijn, eerlijk gezegd. Oké. Maar alcohol met bier is niet goed voor jou. Nee, oké. Maar ja, het was dus eigenlijk niet. Ja,
Het ging eigenlijk niet heel. Het was een ruw gevecht, eerlijk gezegd. What the hell? Oké. Hoe lang duurt deze video? Oké. Dit is misschien de laatste stage, hoor. Yay. Oké, slow and steady wins the race. Ah! Oh mijn god. Zal ik jullie nog een verhaal vertellen? Oké, ik ga jullie nog één verhaal vertellen, oké? Dus, mijn prime goalkeeping. Mijn favoriete sport is eerlijk gezegd voetbal, natuurlijk. Maar, ik weet niet welke positie ik eigenlijk speel. Nooit deze doen, niet deze doen, maar op deze. Dat is de laatste. Dan moet je op de krakende. Anders dan word je gepakt door deze mega gezicht, man. Ik vind het zielig voor hem, want hij zit de hele dag gewoon zo wachten tot mensen hem gaan eten. Tot hij mensen kan eten. Gaan tot en met misschien nog stage 7 nog afmaken. Wacht even, kunnen we deze skippen? Naar stage 7. Yes! We kunnen... Oh, ik kan skippen! Let's go! Oh, nee, ik kon niet tikken. Maar mijn voetbal, toen ik ging voetballen, nu ben ik slechte keeper. Maar vroeger was ik echt prime goalkeeper. Prime Yashin. Prime Van der Sar noemde veel mensen mij. En ik wist niet eigenlijk waarom het kon. Maar ik was gewoon best goed. Ik saved alles. En op een dag moesten we dus carousel. Als je niet weet wat carousel is, leef je echt onder een steen. En ben je nog nooit naar school geweest. Maar carousel is dus dat je naar een andere klas gaat. En ik zat toen in groep 6. En ik moest dus naar groep 7. Oké. En ik moest dus naar groep 7. Oh nee. Ben ik de verkeerde kant op gaan? Ik ben de verkeerde kant op gaan. Maar ik moest dus naar groep 7. En toen hadden we eigenlijk niks meer te doen. Dus de juffrouw zei gewoon, laten we gaan buiten spelen. Aan een keer. Dus toen gingen we buiten spelen. En we waren met z'n vier alleen maar. Omdat de meisjes waren eigenlijk andere dingen aan het doen. Girly stuff, praten. I don't know. Maar toen gingen we dus voetballen. En ik was dus met een andere guy. Laten we hem even Xabier noemen. Ik was dus met Xabier. En Xabier en ik waren dus eigenlijk... Ja, hij was best goed, maar hij skillde heel veel. Hij paaste ook niet. Dus ik dacht, ja, ik ga gewoon Prime Yashin spelen. En toen saved ik gewoon 5 goals. Ik saved 5 goals, maar ik liet er ook 5 in. Ik was wel heel goed. Die guys, Xabier, zei gewoon dat ik pro Donnarumma ben. Ah! Oh, pro Donnarumma gaat dood. Maar ja, hij dacht dus dat ik goed was, maar nu ben ik echt slecht in keeper. Ik kan het wel, ik kan wel keeper. Dat is gewoon eng. Oké. Coin, ik speel het echt veel te vaak, hè. Hierboven zie je gewoon dat ik 410 coins heb. Ik speel het echt veel te vaak. Oké, we gaan tot en met dit. En dan volgende week komt er nog een video. Of morgen misschien. Komt er nog een video en dan gaan we bij stage 7 gaan we nog verder. Ik zie jullie later en ik zou zeggen, doe een like tot de 100 abonnees gaan we. En dan kan ik mijn gezicht laten zien. Van Ashley in een rijtje kunnen we vlogs gaan maken. En dan zie ik jullie later. Doei. Doei.